Bij de lokale politiek van Woerden denken mensen vooral aan hier. Maar weet u dat u de politiek ook vaak veel dichterbij kunt vinden? Namelijk daar, in het bierhuis. Ook wel de Tweede Kamer van Woerden genoemd. Hier organiseert politiek platform RPL Ruitertroef regelmatig een politiek café. Al 10 jaar lang worden hier interessante onderwerpen besproken door onze politici en inwoners van Woerden. En voor het politiek café van zaterdag 8 oktober hebben ze een interessant panel weten uit te nodigen. Namelijk Wim van den Kamp, André Rauwvoet, Hans Smits, Liane den Haan en Jacqueline Verbeek. En ook verschillende geledingen van de pers en media zijn uitgenodigd. Want er zal die middag gedebatteerd worden over de rol van de media in de relatie tussen de politiek en de inwoners. Iedereen is van harte uitgenodigd om zaterdag 8 oktober hier deel te nemen aan het politiek café van RPL Ruitertroef in het bierhuis. In het Suwe Hofpoort ziekenhuis wordt van oktober tot en met april elke derde dinsdag van de maand een gratis lunchconcert gegeven. De muzici zijn gevorderde of net afgestudeerde conservatoriumstudenten die op deze manier podiumervaring kunnen opdoen. Dinsdag 18 oktober zal Sergi Pacheco Portales een pianoconcert komen geven. Deze jonge Spaanse pianist won al veel internationale prijzen. Hij zal deze keer stukken spelen van Johann Sebastian Bach uit het Wohltemperierte Klavierboek deel 1. De lunchconcerten zijn van 12:30 tot 1:00 in de grote zaal en zijn voor iedereen gratis, ook als u niet in het ziekenhuis bent opgenomen. Dinsdag 18 oktober kunt u vanaf 12:00 al terecht in de foyer, waar u een kopje koffie wordt aangeboden en u een broodje kunt kopen. Zondag 9 oktober is het Kasteel van Woerden weer het toneel van het Bokbierfestival. Voor de 6e keer komen grote, maar ook kleine bierbrouwerijen uit het hele land en uit België hier hun nieuwe bokbiertjes presenteren. Je kan ze allemaal komen proeven. En ook met lekkere hapjes erbij, zoals bokbierworst, bokbierbrood en andere lekkernijen. Dus op zondag 9 oktober is het Bokbierfestival hier in het kasteel vanaf 2:00. Weekend Street, de dweilorkesten, die gewoon elke gelegenheid een feestje weten te maken. En wat voor feest zou het wel niet kunnen worden als je 4 van die orkesten bij elkaar zet? Dat is precies wat er gaat gebeuren op vrijdag 21 oktober bij Indoor Dweil. Dit evenement wordt georganiseerd door het Dweilorkest De Speeldoos uit Woerden. De grote feesttent op het exercitieveld. En ook daar brandt dan het feest los, s'avonds vanaf 19:30. En de volgende dag, op zaterdag 22 oktober, kunt vanaf 2:00 ook weer op het exercitieveld het Oktoberfest meevieren. Precies zoals ze het in Duitsland ook doen. Die Rheinstadter muzikanten, dat klinkt heel Duits, maar ze komen gewoon uit Woerden, hebben een aantal andere blaaskapellen uitgenodigd om samen het feest op te luisteren. Dat samen met lange tafels, horeca en een klein biertje, dat wordt feestvieren.